dat je kijkt. Mijn naam is Wilma Reijenga en de komende tijd maak ik vlogs voor het KFPS. Het is de bedoeling dat ik jullie van alles laat zien wat rondom het Friese paard speelt. In deze vlog zijn we op visite bij Tjalling de Boer van Stal van de Kariek. Veel kijkplezier! Tjalling de Boer, ik ben 31 jaar oud en ik woon in Sint-Johannesga en daar is ons bedrijf ook. Onze hoofdtak is het kunnen klaarmaken. En dekkerij. En we hebben hier staan Teun en Detmer. Voor de rest hebben we ook nog een pensionstalling erbij. Dat is kleinschalig en we hebben ons eigen opvak. Maar het hoofdtaak is dus wat ik zei, het trainingspaden en de dekkingsten. Die staat voor Detmer. Die is afgelopen jaar goedgekeurd. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het boek helemaal vol staan met dekkingen. Dus dat moet wel goed komen. We zullen Teun even laten dekken. Ik heb vanochtend eerst de verdunner eruit gedaan. Ik heb een badje gedaan van 38 graden. Dus dat is nu zo meteen op temperatuur. Kunstscheden heb ik al even water in gehad. Dat hij een beetje te kouder eraf is. Dan doen we er een binnenhoes in. Voor het dekken. Altijd goed kijken. En het recht erin doet. Want anders dekken ze door de hoes heen. Je moet goed strak erin zetten. Doe heet water erin. Ongeveer. Teun doe ik altijd ietsje meer dan 2 liter erin. Het hangt een beetje af van de hengst. Van de grootte van de piemel. Maar 2 liter is voldoende. Dopje erop. Dan vliegt het water er weer uit. Hier is de broedstoof. Daar zitten attributen in. Wat allemaal op temperatuur moet zijn. Ik heb er niet heel veel in wat buisjes. Wat je hier bevestigt, hier onderaan de zak, dat het sperma zo in het potje komt. Muts eromheen, dat het op temperatuur blijft. En een beetje bescherming. Nou, dan gaan we nu naar Teun toe. Ik heb altijd een beetje de druk, een beetje lucht erbij en eruit laten nog. Nou, zo is het goed. Dan gaan we naar Teun. Hier hebben we Teun. Teun misschien voor de meeste mensen wordt hij al wat bekend. Het is een battler, een keer rinderd, een keer faber, een keer feitje. Hij is gefokt bij Bert Veldhuis in de Putten. Hij komt uit de lijn van Ozinga. Van naam naar Ozinga. Van Lutje Pijen. En daar komt uit dezelfde lijn als deze. En dan komt hij er op zin in. Dat is nog in de gaten wat er moet gebeuren. Rustig aan. Ik had er eerst één keer op. Eén voor het gevoel. We hebben hem nu nog slap. Hij moet eerst nog, hij moet mee beter klaarmaken. Nou, Teun is Hengst, die had er altijd wel zin aan. Dus ja, dat tref je als Hengst altijd een keer wachten. Voordat hij hem helemaal klaargemaakt heeft, want je ziet wel, hij is er nog niet aan toe. Geestelijk is hij er wel aan toe, maar hij is nu uit. Hij moet een beetje rustiger worden. Nou ja, we gaan nu even op klaar voor ons. We gaan het proberen. Eén een beetje vol vocht eruit, want daar zit geen sperma in. Dan naar om. En stil houden en met de honger meegaan. Oh. Het al gedekt. Je ziet vaak een knikje met de staart. En dan heb je te pakken. In het begin van het seizoen, dan... Passen we even de piemel, het moet goed schoon, want je wil geen vuil in het sperma hebben, of tenminste zo weinig mogelijk. Dus altijd maken ze wel weer wat smerigheid erbij. Maar als het te smerig wordt, dan moet je hem weer even schoonmaken. En met wat lauw water, een beetje babyolie, shampoo erdoor. En dan is het klaar. Nou ja, dat was het. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en wie weet tot in de volgende vlog.